Ik ben raadslid omdat ik de betrokkenheid van de burger met de politiek nog meer wil bewerkstelligen. Ik heb er eigenlijk nu wel heel hard gemaakt om de hondenbelasting naar beneden toe te krijgen. En het is nu nog wel niet helemaal gelukt voor 2018, maar voor 2019 gaat het wel lukken. En we zijn nu dan nog bezig om het laatste beetje verhoging te laten vervallen. En ook gewoon het openhouden van stations onder het station in de Mos. Daar heb ik er eigenlijk heel hard voor gemaakt. Nou, wat ik wel graag zou willen bereiken, is dat er meer openbaar toiletten in openbare ruimte komen. In de binnenstad lukt het dan nog wel, maar als je naar het toilet wil, de Elfheuvelpassage bij, wordt dat dan moeilijk. Dus daar ga ik me eigenlijk nog heel hard voor maken dat er meer openbaar toiletten moeten komen. In mijn dagelijks leven ben ik 24 uur per dag eigenlijk bijna automonteur. Ik ben voorzitter van de Club van 111, van de carnavalstichting in Zandhazendurp. Ook Prins Carnaval in Zandhazendurp. Dus al bij al een flinke aanslag op de vrije tijd.